Ivan, luisteraars, welkom bij het tweede uur van Wel Geïnformeerd. Owen Venlo, welkom. Yes, ik ben er weer. Jo. Owen, we gaan nu praten met de politicoloog Natasha Adema. En het onderwerp van gesprek is de zogeheten vloek van de olie. Ja. Want we hebben het eerder in de uitzending gezegd, er zijn zoveel landen die waar olie wordt gewonnen, maar de landen blijven arm. Als het goed is, is Natasha nu aan de lijn. Goedenavond, ja, Natasha. Goedenavond Krishna, goedenavond Owen, goedenavond luisteraars. Goedenavond, ja, Iwan. Oh, en goedenavond, Iwan. Yes. Ah, ja, nee, god, chumigado. Ja. Ja. Natasha, afgelopen week heeft de Franse oliemaatschappij Total Energies bekendgemaakt dat ze een ontwikkelingsstudie gaat uitvoeren naar de exploitatie van de oliebronnen in blok 58. Ja. De president van Suriname is een gat in de lucht gesprongen. Heeft onze lieve heer bedankt. Ja. En hij zei erbij dat hij alvast een soort voorschot wil op de toekomstige inkomsten uit de oliesector. En dat is zoiets als de huid van de beer verkopen voordat hij geschoten is. Ja. En het is ook iets wat hij niet heeft uitgevonden. De Mexicanen hebben dit al gedaan in de jaren 80. En het was inderdaad een beer. Want op het moment dat je het geld neemt en je gaat jouw commodities verkopen, dat zijn natuurlijke hulpbronnen. Je gaat ze gewoon verkopen, je haalt ze uit de grond en je verkoopt ze. Dan heb je die markt, die gaat bepalen die prijs. En het verschil van wat je geleend hebt en wat die olie opbrengt is, dat moet je ook weer terug gaan betalen. Dus je kan niet, het is hetzelfde als, het is gewoon een gok nemen. Het is een piramidespel op het moment dat jij zulke dingen gaat doen. En het is gevaarlijk. Want in Mexico, in de jaren, begin jaren 90, is daar een pesocrisis uitgebroken. En de reden waarom de Mexicanen niet het schip zijn gegaan volledig, was omdat NAFTA op dat moment werd opgericht. En Bill Clinton, die toen net president was geworden, die wilde heel graag NAFTA hebben als tegenhanger van de Europese Unie. Het gaat niet te ver om dat allemaal te gaan uitleggen. En daarom is er een heel grote bail-out gekomen om die Mexicanen echt uit de puree te helpen. Als dat gebeurt met Suriname, Suriname is niet een grote wereldspeler, niemand heeft ze nodig. Dus wat gaat gebeuren? Het land gaat alleen maar verarmen. Je gaat nog meer schulden hebben dan dat je nu hebt. Want het verschil van wat je geleend hebt en wat die olie opbrengt te zijn, het kan vriezen en het kan dooien. Ja, en Natasha, er zijn studies verschenen over ontwikkelingslanden die waar heel veel olie vandaan komt. En wat blijkt? Dat er geen sprake is van ontwikkeling. Integendeel zelfs. Ik heb een als voorbereiding heb ik een lijstje gemaakt van de landen waar heel veel olie wordt gevonden. En bijvoorbeeld, ik wil beginnen met Equatoriaal Guinea. Equatoriaal Guinea heeft het hoogste GDP van Afrika. En toch is meer dan 80% van de bevolking leeft in diepe armoede. Mm-hmm. Nigeria is een land dat 80% van zijn olie, van de olie die ze uit de grond halen. En Nigeria heeft prachtige olie, hele goede kwaliteit olie, bla bla bla. Dus dat is ook weer wat. 80% van de olie-exporten, die gaan naar het buitenland. Nigeria krijgt 50% van, dus alles wat ze exporteren krijgen zij 50%, die vloeit terug in de staatskas. En 40% van de Nigerianen leeft onder de armoedegrens. Ik heb ook gekeken naar Guyana. Ja. En Guyana, dat is ook een 65% van de Guyanese leeft, zeg maar, onder de armoedegrens. Mm-hmm. In Venezuela is dat op het ogenblik 65%.
En in Venezuela wordt er nu gezegd dat er sprake is van een herstel van de economie. Maar ik heb ook naar Suriname gekeken. Ja. En in Suriname heeft er een handje van om geen statistische gegevens te delen met internationale organisaties. Dus meestal moet je allemaal gaan gokken en dat doen ze ook. En ze hebben gezegd dat 70% van de ruim 640.000 Surinamers beneden de armoedegrens leeft. En dat zijn schrikbarende cijfers. Wat jij ook zei, dat is de resource curse. Dus, ja. de vloek van eigenlijk het feit dat jij zulke geweldige natuurlijke hulpbronnen hebt en zelf niet in staat bent om die natuurlijke hulpbronnen in te zetten voor verbetering van jouw eigen bevolking. Ja. Aha. En Natasha, je hebt genoemd het feit dat men, ondanks de olie, geld blijft lenen. Je hebt genoemd het feit dat de bevolking niet profiteert. Maar er is ook nog een andere ontwikkeling. Namelijk dat de regeringen in dergelijke landen steeds autocratischer worden. De democratie delft het onderspit. Juist, en daar heb je als uit het oog springend zijn Equatoriaal Guinea. Natuurlijk hebben we Venezuela als voorbeeld. Ja. De Mexicanen. Daar is het altijd ook weer of ze democratisch zijn of niet. Je hebt allerlei zaakjes die daar gebeuren. Er is nu een president die probeert om het tij te keren, maar dat lukt ook niet goed. In Suriname is het van hetzelfde laken een pak. Je hebt tussen al deze landen heb je Guyana. En daar is het altijd een tricky situation. Omdat ze daar, er is sprake van democratie, ze zijn iets democratischer dan Suriname. Maar ook daar is er altijd die corruptie. En het feit dat ze bijvoorbeeld een hele slechte deal hebben gesloten met bijna al die oliemaatschappijen die daar zijn. Ja. En het komt niet naar buiten. Dus dat is ook die desinformatie, toch? Dat je... Ja. Dat je je gaat afvragen van oké, wat weet men? Er is een Glenn Lau show. En Glenn Lau, die werkte voor Kaitoon News. En die vertelt bijvoorbeeld, 3 keer per week probeert hij de bevolking voor te lichten dat ze zich laten foppen door de regering. En dat ze een slechte deal hebben gehad met die hele oliesituatie. En wat er gebeurt voor die kust van Guyana. Want de Guyana bijvoorbeeld, de Guyanese regering, die was aan het drama om allerlei visvergunningen in Suriname te krijgen, van Suriname te krijgen. Ja. En toen dacht ik van ja, maar waarom drammen ze zo? Waarom zijn ze ook zo boos op het moment dat Suriname zich niet aan zijn woord houdt? Het is ook iets onbetrouwbaars, hè? Daar kunnen we ook over praten. Suriname is een onbetrouwbare partner en dat is ook lastig. Maar goed, het gaat erom, die Surinamers geven die visvergunningen niet. En dan ga je lang wachten en dan komt The Guardian, de Engelse krant The Guardian, die komt dan met een artikel waarin er wordt beschreven wat er gebeurt met die visstand op het moment dat grote oliemaatschappijen gaan drillen. Daar diep in die bodem van de zee. Al die vissen gaan weg. Dus je voedselproductie, je voedselbronnen, die komen ook in jeopardy. Je hebt, er zijn... Kijk, dat hele ding met die olie, en dan begin ik met die spills in Nigeria, Ogoniland, waar er slip en waar er mensen zijn vermoord. Ken Saro-Wiwa, die vermoord werd. Oh ja. Ja. Ja, dus je praat over zaken die altijd in de duisternis plaatsvinden. Waar mensen niet precies van weten, of je kunt je vinger er niet op leggen. Maar feit is dat er regeringen, ja, die hebben steeds voor ogen dat hun land ook een soort Dubai gaat worden. Dat ze ook in gouden Maseratis gaan rijden. Ja. En zilveren Rolls Royce. Dat denk ik maar in Suriname, ja. Ja, maar ik heb nieuws voor ze. Want die zandbak waar ze die olie hebben gevonden daar in de Arabische Emiraten. Die mensen zijn al lang klaar met die olie. Het wordt een dienstensamenleving. Ze hebben allerlei diversificatie van die economie. Ja. En ze hebben hun mensen, hun bevolking.
hebben ze vanaf de jaren 70, de jaren 80, toen het geld kwam, hebben ze hun mensen naar de Verenigde Staten gestuurd en naar Engeland om te gaan studeren. Studeren, ja. Hebben ze dat in Suriname, hebben ze plannen in Suriname om dat soort dingen te doen? Nee, toch? Nee. En Natasja, iets anders, hè? Kijk, Suriname is gezegend met allerlei grondstoffen. Het was een plantage-economie. We kennen de bauxietsector. We kennen de houtsector. De gronden in Suriname zijn ontzettend vruchtbaar. De zee voor de kust van Suriname is visrijk. Maar de opbrengsten van al die sectoren, het wordt verkwanseld. Hè? Er wordt niks opbouwens mee gedaan. De vrees bestaat nu, of laat me het zo zeggen, het meest waarschijnlijke scenario is dat ook de olieinkomsten zullen worden verbrast aan showprojecten. Het zal in eigen zak worden gestoken, per ammonide. Ja. Wat is het scenario hier, Natasja? Het scenario is nog erger dan met bauxiet. En het scenario is eigenlijk goud. Het scenario van goud, want er wordt ontzettend veel goud gevonden. Kijk maar wat ze hebben gedaan in het binnenland, dat er met cyanide en met kwik wordt gewerkt om het goud boven tafel te halen. Dan is er ook bijvoorbeeld, zijn er vage verhalen over diamanten, waar wij iedere keer wat over vernemen en dan wordt het verhaal weer doodgepraat. Mensen worden de mond gestuurd met rechtszaken, et cetera, et cetera. Dus je weet ook niet wat er precies gebeurt. Wel weet, zijn er indicaties dat Suriname wel degelijk bezig is ook met een diamantenindustrie. Dus dat is één. Maar je kunt, je kunt bepaalde dingen niet goed onderzoeken. Dat ding van dat hout bijvoorbeeld, met die kwik en die cyanide. Ja. Mensen in het binnenland, er moeten mensen zijn die ziek geworden zijn van kwik. Het kan niet anders. Maar hebben we data? Nee. Ja. Hebben we cijfers? Nee. Zijn er mensen die precies weten? Want kwik veroorzaakt vreselijke neurologische problemen bij mensen. Nee. Zijn er mensen gaan kijken? Nee. Erland Sleur is gaan kijken toen er die cyanidevergiftiging was. Die is die directeur van de waterleidingmaatschappij niet slokjes water gaan drinken daar, om te zeggen dat het niet zo erg was. Cyanide is iets wat mensen doodmaakt. Dus hoe kun je eigenlijk steeds vol blijven houden dat het land niet ten onder gaat aan de gierigheid van regeringsfunctionarissen? Ik wil ze niet eens regeringsleiders noemen. Het zijn mensen die functionaris zijn geworden, die in de regering zitten en daarom dichter zitten bij de vleespotten. Ja. En dat is wat steeds gebeurt. En als wij dat soort dingen gewoon bij de naam noemen, dan kunnen we ook zien, dus dan kun je ook die discussie gaan voeren over wanneer je dit soort dingen hebt, dat mensen zo rijk zijn, heb je altijd ook de kwaliteit van jouw regerings... leiders, dus van de leiders en van de mensen die bestuurders en politici, dat staat ook steeds ter discussie. Die kwaliteit is te laag. Ja. Dus het zijn geen mensen die kunnen zeggen van oké, we gaan met die olieopbrengsten gaan wij bijvoorbeeld een fonds oormerken voor wetenschappelijk onderzoek. We gaan een fonds oormerken om die universiteit goed op poten te zetten. We gaan het technisch onderwijs van mensen die dus gewoon ambachtelijk werk moeten doen. Want die mensen heb je hard nodig. Die Surinaamse bevolking is jong. Je hebt zoveel kansen om die mensen eigenlijk te outilleren. Zodat zij een goede boterham kunnen verdienen. Je had het over het gebruik van gif, van cyanide en kwik bij de goudwinning. Ik moet denken aan de verkoop van carbonrechten door... Dat was onlangs in het nieuws dat de minister van Buitenlandse Zaken Suriname promoot als een uitstootneutraal land en die rechten wil verkopen. Dan ze verbeelden zich een hoop, hè? Ja. Want als je dus ook kijkt naar die conferentie die president Lula van Brazilië heeft gehouden,
waarbij Suriname en Ecuador en Guyana besloten om eigenlijk zich niet te committeren aan afspraken om het regenwoud, het Amazone regenwoud, te behoeden voor, zeg maar, destructie. Ja. En toen zeiden ze hier op de radio, de Nederlandse radio, zei dat, Mina Jurna, die zei van, in feite maakte het niet uit dat Suriname, Guyana en Ecuador zich niet wilden committeren. Want het regenwoud, dat is maar 10%. Suriname heeft maar 10% van het hele regenwoud. Dus zij verbeelden zich een heleboel dat ze je van het zijn dat Suriname het 16e meest rijke land is ter wereld. Nou, kom daar maar om toch. Dus op een gegeven moment ga je je afvragen wat er in mensen hun hoofd zit, behalve dat er dollartekens rondzwemmen. Toch? Ja, dus het is in feite oké dat je het regenwoud vernietigt in Suriname, het milieu vergiftigt, dat mensen daaraan doodgaan, dat dieren uitsterven. Ja. Dat is eigenlijk het idee, het maakt toch niet uit. Het maakt niet uit en dan ga je bent zogenaamd een lage uitstoot, ja. Dus dan ga je carbonrechten verkopen. Iemand heeft ergens gehoord van dat je daar geld mee kan verdienen, want zo werkt het. Ze gaan blad maken met iets, ze gaan doekoe maken en dan wordt er zo een plan in de haast, wordt er zo'n plan opgetuigd en dat wordt eventjes gepresenteerd als het ei van Columbus. Ja. En ondertussen is de vraag van wat er met die olie gaat gebeuren. Op social media stromen er verhalen dat ze Oppenheimer stil hebben gekregen door de opbrengsten van een van die bronnen gewoon aan Oppenheimer te geven als onderpand. Ja. Dus dat is niet meer van Suriname. Suriname kan daar geen aanspraak meer op maken. Tenzij, dus dat blijf ik steeds herhalen. Wanneer jij zulke problematische schulden hebt en jij niet in staat bent om een goede debt restructuring programma in elkaar te zetten, waarbij jij dit soort van schurken, want dat is Oppenheimer wist wat er gebeurde, dat jij dit soort schurken uit jouw land wegjaagt, dan heb je een groot probleem. En meneer Santoki, in het begin, ik vroeg me af wat daar zat, hè. Want hij zei, toen mevrouw Gayadin hem vroeg van hoe hij de schuldenproblematiek gaat oplossen, toen zei hij van ja, je zal het zien, mensen gaan jaloers worden. Toen dacht ik, wauw, wat een platte uitspraak. Want hoe gaan mensen jaloers worden? Niemand heeft jaloers te worden. Het is niet iets om jaloers over te worden. Je moet een beleid maken. Ja, precies. En Natas, ik heb gelezen dat de oliemaatschappijen, overigens, ze weten alles over Suriname, hoe zwak Suriname is. Natuurlijk. De oliemaatschappijen, gemiddeld genomen, bij Europese landen 20% bruto opbrengst olie overeenkomen en bij de armere landen onder de 10%. Klopt. Het is in bijna alle gevallen is de Nigeria die krijgt maar 50% ongeveer, terwijl ze 80% van hun export, dat is olie. In Guyana is het zelf nog minder, is het inderdaad onder de 10%. Glenn Lau zegt daarover dat ze echt een bad deal hebben gehad. En dat ze de worst deal ever hebben gehad. Dat ze bestolen zijn, dat zegt hij. Ja. En dus voor Suriname geldt hetzelfde. En de mensen die denken dat ze slim zijn en dat ze kunnen onderhandelen met Total Energies en met Repsol, think again. Je hebt te maken met mensen die komen met hun advocaten. Ze komen met mensen die allang weten wat daar speelt. Ze kennen de zwaktes van de Surinaamse regering en de kracht natuurlijk, de kracht en de zwakte. En dat, waar zij huiswerk maken en voorbereid komen, is er in Suriname niemand die huiswerk maakt en voorbereid aan tafel komt zitten om te onderhandelen met dit soort maatschappijen. En daarom, en dat is de zwakte, dus wanneer je praat over al dit soort deals van Nigeria, ik
Equatorial Guinea, heb je te maken met mensen die absoluut niet in staat zijn. Ze zijn geen partij voor dit soort powerhouses. Ja. En dat komt niet omdat ze geen kennis hebben van zaken, maar het komt vanwege hun korte termijn visies. Ja. Ze komen daar zitten en ze denken alleen, what's in it for me? Hoe ga ik cashen, hoe ga ik rijk worden? Hoe gaat mevrouw cashen, hoe gaat mevrouw rijk worden? En niet wat er moet komen voor dat hele land. En dat is dus het trieste, dat is die curse. Dat ja. mensen niet kunnen denken van wat moeten wij gaan krijgen om dat land tot een hoger niveau te tillen. Oké, Owen, laatste woord. President Santokki heeft in een jaarrede vorig jaar iets gezegd waar ik heel verontrust over ben. Hij heeft gezegd, er gaat olie komen. Suriname is een klein land, kleine bevolking. We gaan veel mensen uit het buitenland nodig hebben. Hij had gewoon kunnen zeggen mensen uit India en China. Maar dat zegt hij niet. Maar ik denk dat dat gaat gebeuren. Nou, kijk, ik moet je eerlijk zeggen, de meeste landen die dus die oliemaatschappijen, ook in de Arabische Emiraten, de meeste ingenieurs die komen allemaal van andere landen. Dus dat zal ook in Suriname gebeuren. Want net wat ik zeg, je hebt geen universiteit die skilled people kan leveren. Je hebt geen, zelf niet die technische scholen die bankwerkers kunnen leveren. Zelf die technische scholen zijn, is dat ook weer een probleem. Dus je hebt grote problemen. Je hebt je diaspora toch, Suriname? Maar ik wil daar niet over praten. Ik weet het en ik probeer iedere keer te sidesteppen om dat niet te gaan bespreken nu. Ik praat dus over dat land zelf en dat is waar ik me op wil focussen. Okay. Als je het niet erg vindt. Okay. Ja, maar die diaspora. Ja, Natasha, en dan die kwestie van de komende verkiezingen. Je begrijpt dat alle partijen in Suriname als haviken in feite loeren op die inkomsten. Wat verwacht je van de verkiezingsstrijd? Zal dat eerlijk aan toegaan? Niet. Ik kijk wat voor kiesstelsel ze ook zullen gaan engineeren. De mensen die daar nu zitten en die dollartekens zien en ze zien voor zichzelf een prachtig mooi leven, ook vooral buiten Suriname, ergens misschien een condo in Monaco of Liechtenstein, want zo denken ze daar, en shoppen bij Louis Vuitton, want dat zo denken ze ook daar. Die mensen hebben, op dit moment is er een red race aan de gang, waar wij niet eens een idee over hebben. En dat zijn, binnen de VHP zijn daar mensen mee bezig. Binnen de NDP zijn daar mensen mee bezig. En als kleine, in die slipstream komen de mensen van de Partjaya Luhur en natuurlijk ABOP. Ja. En allemaal zijn ze bezig om te kijken, what's in it for me? Ja. Hoe ga ik rijker worden en wat ga ik verdienen? En dus het enige, kijk, want Rudolf Elias en Roy Shamnarain, die mensen voeren een intellectuele discussie over het feit dat de bevolking ook mee moet praten over de olieopbrengsten. Er moet een maatschappelijke discussie komen. Dat zegt Rudolf Elias. Roy Shamnarain die praat over herstructurering van het fiscale klimaat en die fiscale arena. En ik denk van, met beide heren, die houden zich niet bezig met die politieke realiteit. En die politieke realiteit, dat is een machiavellistische politieke realiteit, waar mensen bezig zijn met de rat race. Mm-hmm. Ja. Dus ik eigenlijk waar je mee te maken hebt daar, dat zijn money grabbers, grifters, avonturiers. Ja. Ja. Klopt, en dat is eigenlijk ook, je hebt de vloek van de olie, maar net datgene wat je beschreven hebt, dat is de vloek van Suriname. De vloek van Suriname, maar ook de vloek van Venezuela. Ja. Want als je gaat kijken wie meneer Maduro is en wie meneer Chavez was, als je gaat kijken om de kliek van meneer Obiang, wie dat allemaal zijn, ja, en wat daar allemaal gebeurd is, je kan een hele avond praten over Equatorial Guinea, dat mensen slaven halen, kinderen halen uit Sierra Leone, als slaven gebruiken om hun huis schoon te maken. Weet je, dus het zijn allemaal samenlevingen die
alleen maar waar het moreel voor verval. Ja. En dat is, het, dat is ook het andere onderdeel van die curse, toch? Er is sprake van moreel voor verval en degeneratie. Ja. Van morele waarden en normen. Kijk wat er in Suriname gebeurt als je de krant openslaat met allemaal criminaliteit. Ja. Mm-hmm. Bij afgelopen periode, vanaf 2020, is er geld verdwenen. Het zijn miljarden euro's verdwenen van de centrale bank, van et cetera, et cetera. Peamonide en dergelijke. Dat is gewoon de praktijk in Suriname. En dat gaat gewoon door. En als jij, dus het probleem is dat als jij, zoals nu, dus met dat geld in Suriname, er worden mensen opgepakt. Er zijn een paar mensen die de Fall Guys zijn geworden. Meneer Van Trikt, mevrouw Ten Berge. Er is een andere mevrouw, ook die werkte bij de, ja, bij de centrale bank. Maar die mensen, dat zijn kleine vissen. Waar is meneer Hoefdraad? Er is een rechtsverzoek kan met België om daar die mensen, dat accountantskantoor dat daar bezig was, te vervolgen. Ga het geld zoeken. Ga kijken wat er gebeurd is met die corruptie. Mevrouw Bouterse, die heeft gewoon die wakapassie, heeft ze in een stichting gestopt waar zij voorzitter van is, terwijl het een gemeenschapspark is. Ja, oké. Okay. En zij is nog steeds de voorzitter. Dus wat er gebeurt eigenlijk is dat die straffeloosheid, toch, van die samenleving, ja, dat er gestolen wordt. En dat je inderdaad kan vragen, maar peamonide, had meneer Santoki niet beloofd dat hij die corruptie zou aanpakken en heeft hij dat gedaan? Nee. Maar goed, ja, Natasha, gelet op de tijd moeten we echt een punt achter het gesprek zetten. Owen Venlo? Ik had nog een korte opmerking over het laatste wat Natasha zegt, corruptiewet. De anticorruptiewet vraagt van alle belangrijke functionarissen dat ze hun vermogen registreren bij een notaris, zodat aan het einde van hun carrière een overzicht bestaat over dat vermogen dan. Bijna niemand heeft het gedaan. Nee. En ze gaan het ook niet doen. Oké. Okay. Goed, Natasha en Owen, we moeten het hierbij laten. Bedankt voor jouw commentaar op de recente ontwikkelingen. En nog een fijne zondagavond. Ja, en laat me vooral Ivan groeten, hè, voordat ik weer een bok krijg. Ja. En heerlijk, fijne avond en luisteraars, prettig voortzetting van deze zondag. Dankjewel, Natasha. Ja. Dag. Bye. Ja, dat was Natasha Adema met haar visie over de ontwikkelingen ten aanzien van de oliesector in Suriname. Dat is somber, hè? En dat is ook een pessimistische boodschap, Owen. Ja, heel triest. Heel triest. En inderdaad, er is geen enkele reden om te geloven dat Suriname het beter gaat doen dan de landen die we net besproken hebben. Ja. Het track record van Suriname is gewoon... Ja, is niet goed. Verkwisting, fraude, profiteren ten koste van de staat. Ja. En het zal dezelfde weg opgaan als de oliegelden beginnen binnen te stromen. En zij het roer radicaal omgegooid wordt. Maar goed...